Op 7 oktober werd er een ludieke handtekeningactie gehouden voor behoud van de Ringestraat te Mil. Namens Forum voor Democratie, Land van Kuik, steun voor de Ringestraat, hier in Mil. Met een kraan en sloopkogel werd duidelijk gemaakt dat eigenaren en huurders er niet mee eens zijn dat een zo karakteristieke woonbuurtje op de nominatie staat te worden gesloopt. We zijn hier in de Ringestraat. De woningbouw heeft de plannen om onze huizen af te breken. Wij vinden dat het behoud van Mil, het aanzicht, het oude Mil, dat vinden wij een heel belangrijk ding. Met een heuse prikactietent waar autobestuurders gevraagd werd hun te steunen, middels een handtekening, werd gretig gebruik van gemaakt. Dankjewel. Goeiedag, ik ben Rob van Maasakkers. Ik woon hier om het hoekje om de Ringestraat. Ik heb het huis 6 jaar geleden gekocht als een koopwoning. Ik woon er met veel plezier trouwens in deze wijk, ook in deze straat ook natuurlijk. Ik heb er ook echt speciaal voor gekozen om een antiek oud huis te kopen, want ik hou van oude elementen in het huis. En om die in de huidige tijd dan toch te verduurzamen naar deze tijd van het jaar en deze eeuw, heb ik compleet de muren laten isoleren. Ik heb 20 zonnepanelen op mijn schuur laten leggen. Ik ben compleet van het gas af. Ik heb de leidingen gewoon helemaal weggetrokken. Ik heb een warm waterboiler. Ik kook elektrisch. Dus op deze manier hoop ik nog, want ik ben nu 43, nog de komende 40 jaar hier te komen wonen inderdaad. Het huis is perfect inderdaad. Dus ik wil hooguit straks nog een keer in de toekomst even nog een dakinstallatie doen. En ik ben er. Er was gezorgd voor koffie en gelegenheid geboden voor een praatje over de voornemens van woningcorporatie Mooiland. Wat maakt de Ringestraat zo bijzonder? Ja, ik weet niet. Toen was ik, zoals ik nu zit, zaten we vroeger allemaal buiten. Op baantjes, op stoepen. Ja, we deden van alles. De kinderen die speelden gewoon buiten. Tennissen, knikkeren, hinkelen, belletje trekken. Wat zou je tegen Mooiland willen zeggen? Laat staan wat staat. Dus het kan allemaal wel, mensen. Het kan wel. Het is mooi als we die historie behouden. Wij zijn kei blij met onze huizen en we vinden het echt jammer dat alles plat gaat. Vandaar dat we hier staan en wij zijn tegensloop. Het is een heel fijne straat, echt wel.